zeker niet dan. Floris. Toen dacht ik, nou ja, moet je luisteren. Dit is wat er is en wat ik wil, dat is er niet. Dus ik doe het gewoon. Het feit dat ze me wilden hebben, althans dat ik een van de serieuze kandidaten voor die job was. Het was gebaseerd op de mariniersfilm die ik had gemaakt toen ik luitenant de zee was en geïnteresseerd was bij het Korps Mariniers, die in 1965 een 20 minuten durende documentaire over een korps wilde hebben vanwege 300 jaar bestaan. Dat was eigenlijk een film die draaide, het was natuurlijk maar 20 minuten, maar ik had net er waren die films van James Bond en Dr. No en From Russia with Love van er waren uitgekomen. Dus ik heb het een beetje gedraaid in de stijl van spanning en van adventure enzovoort. En de mariniers komen er ook heel goed uit en zijn top guys. Dat vonden de mensen bij de NOS. Vonden dat leuk. Die dachten, nou ja, als die van die vechtscènes met de mariniers kan maken, kan misschien ook wel twee jongens op een paard zetten en daar hard aan de hol en een avontuur beschrijven enzovoort. Plaatsgevallen. We hebben de beste keuze gemaakt. Ik hoop dat denk je dan in ieder geval. Dat ziet het er nu uit.
voordat het een campagne opvoert, of niet alleen dat je dat was al op het moment dat het stuurder in mij kwam, zegt, komt iemand daar in de idee dat het gaat. Voorlopig. Zet jij je naam? Dat is te moeilijk voor jou. Neem jij het alfabet nog eens door? Tja, schrijf eens gevaarlijk. Volk staat tegen scenario schrijvers. Dit is iets wat je kan doorkrijgen als je met regels gaat zoeken naar locaties die je ook mogelijk moeten maken omdat je op papier hebt bedacht of vonden dit luik. Ogenblikkelijk hebben we de situatie van dit luik en de kamer in de gang al onder gebruikt in de aflevering die ik ook al hoorde. Dat je met deze serie niet kan maken zonder dat er naar in zit. Het is een naaststad, alleen logisch, dus het moet een stad zijn dat er wat bijzonders mee gebeurt. En dat is ook zo, je kunt er namelijk geld mee maken, maar je kunt er ook eten mee maken. Thank you.
Met heel veel mensen eigenlijk, stuntteam, veel figuranten en zo. En ja, ik hoef er allemaal niet zo ontzettend goed voor georganiseerd. Toen ik dus een cameraman was, dat ik niet toen had ik dus, toen dacht ik, nou, dat lijkt dan een beetje alles geweest, maar op een of andere manier, misschien voor politieke redenen die ik nooit heb begrepen, werd toen Tom Guinee naar voren geschoven. En ze zei, ja, maar die heeft ook een beetje losse stijl en dat die draait alles uit de hand en betaalt dus geen kracht. Max van de Boom, die had op een gegeven moment problemen met het feit dat de producties eruit liepen. En dan kwam hij naar mij toe om te vragen: Tom, wil jij eventjes wel een beetje pushen? Zo van, dat is wat ons. Maar dat was een zo'n terrein te zien: een hele grote tent, en daar zat de vriend in, daar zat de kleding in, en paarden stonden erin, en we
moest het eind van het onderzoek. Toen dus kwam het ook door het geluid. Ik heb al gespeeld in de middeleeuwen, maar dat hoorde ik ook als dat ontwerp door treinen, landbouwtractoren. En wij hebben dus berekend dat het ongeveer over de hele productietijd 6 weken heeft gekost aan de wachttijd. Ik ben altijd verbaasd dat ze bij jou nog handhaven na een paar weken. Dat ging natuurlijk veel langzamer dan iedereen gedacht heeft. Het budget dat oorspronkelijk bedoeld was als van 500.000 gulden is in de boeken terug te vinden als ongeveer 2 miljoen. Dus dat is 300% van het budget van de ik moet juist mijn plaats vinden in het kader dat ik heb uitgezet. Graag in. Komt u hier binnen? Wees welkom, meneer Floris. Waar je hier heeft, een borduurwerk in. En dat was natuurlijk in eerste instantie niet de bedoeling. Het is echt een goed, maar we kunnen het maar gebruiken. Paul van Hoeven, die wil alles. Die wil, ja, die wil. En dan zie je het eigenlijk doen. En bij mij. Zo ervaren dat Paul van Hoeven, als hij weet dat hij jou vertrouwen kan, als hij weet dat jij het gemaakt hebt van mij of jij. Als ik zie dat iemand bij ons het is iets doet, of bij de derde opname iets bijzonders doet, of iets anders doet, dat hij niet zijn veel leuk, en dan ga ik als lustig zeggen, zo, bouw dan erin, en dan laat het niet vallen, en dan probeer het dan te verwerken en zo. Deze spoel en ons. Werden verzorgd door een lid van het stuntteam dat alle gevaarlijke opdrachten uitvoert. Als daar zijn. Sprong. Sleepwerk. Pijp verwisselen. Met van. De stuntmensen, het waren gewoon jongens die goed met hun lichaam konden omgaan en bereid waren om gigantische risico's, maar zo'n risico's te nemen. Het waren ook allemaal jongens die meestal s'avonds uitsmijten waren op ergens op het Termanplein. Toen het daar moest gevochten en geslagen worden op de ouderwetse manier. Ik kraak, klap, boem, kraak. En de sterren zijn niet goed. En die hadden nog geen slapen. Cynisch om Nederlands mogelijk laten zijn met veel mogelijk
landerijen en koeien. En ik wilde natuurlijk ook, dat is het meest typische van Nederland, ik wilde er een molen in. Maar als er een molen in stopt, dan moet je natuurlijk ook wat met de molen doen. Dus ik dacht, mooi, prachtig meegenomen. Aan het eind laten we de schurken aan de molen die kunnen hangen. Het idee is wel van ons gekomen, maar doordat je met de middeleeuwen te maken hebt, wat moet je dan bedenken om mensen te straffen? En toch op een manier zonder hoofden af te haken of handen af te haken, maar dat toch een manier waarop ze de wieken van die molen en toch wel de randen weer afkomen, maar dat toch een schatplek waren. Dit zal je betaald zetten. Een volgende keer misschien. Stunt op zich. Dat je toch vertrouwen op mensen die dat controleren, dat kun je zelf ook niet. Dus op die manier die dan wel uit de buurt vanavond worden, dat is echt belangrijk. Dat is ook wel een ding dat vertrouwen in hem. En als die dan zijn, is ook wel een praktische kiezer. Allemaal. Is goed zo. Nou ja, dat doe je nog maar. En als je op hoofd valt, dan maakt dat heel langzaam. Als je dan wel gaat, dan is het dit of het was nog waar, dan gaan we zien als je toedraait. Geen minuut vroeger en geen minuut later. Er is een boeiende ruzie in Arnhem omgemaakt. Ja, die zwaardvechten, dan kan je dat een keer aan de afladderij en klaar. Maar ik denk dat die daar met water de bodem begint, waar je anderhalf uur bij de water dat ik niet aan en de ene zwarte kogels duikt ook in de gracht van Loevers van de Doornenburg, wat verboden was. Dus wat moeten we dan? Als mensen zo
van de centrum, die is de cameraman van leven en geluid. En dan de groep van Robbie de Beukenaar, en de groep van de acteurs, en de groep van die van de Nowhere kwamen, zoals ik. Die waren allemaal, dat was sowieso dat met één familie, daar zat iedereen aan tafel. Dat was eigenlijk de meest communistische ervaring die ik uit mijn leven heb gehad, waar iedereen met elkaar omging alsof we op een groep waar standen en rangen eigenlijk vervallen waren. Het bouwwerk in Herden is een oud kasteeltje dat prachtig is gerestaureerd en te bezichten. De zwanen van kasteel de Doornenburg, dat geprikt is aan de vorm van Waal en Rijn vlakbij Nijmegen. Dit is de nu lege binnenplaats uit Floris. Het is de middeleeuwse kant. We zijn door het hele land getrokken, we hebben alles gezien, maar dat was zo duidelijk dat het daar gedraaid moest worden. Ik denk dat het echt gebaseerd was op het feit dat je daar dat je genoeg landschap had, dat je bomen had, bosjes, dat je water had. De meeste van de dingen waren in Gelderland. Okay.
deze stoelen. En weet u eens. En? Is dan neem de liefde als spieren toe en geen man. Dus ik kan je zo voorstellen in die tijd, vroeger was het toch zo dat meisjes en jongens gingen natuurlijk zich vrij willen houden. Ze hadden een hand geven als ze meer bijzonder worden. Hij slaapt. Hij slaapt. Ja. Hij slaapt. Het hele seksuele leven, dit soort van series, ik kan het tellen. Er zit heel weinig vrouwen op mij gaan, maar als een man van is een actiefilm. En er staat ook eigenlijk een romantisch verhaal in. Journalist. En die zei van, hoe vind jij dat die gewelddadigheid in die serie? Ik zeg, wat is gewelddadigheid? Hij zet zich in de serie, dus dan begrijp je gewelddadigheid in. Hij zei, nou, wij vinden dat het zeer gewelddadig is. Ik zeg, nou, bent u wel eens in slaap geplaatst door uw oma met de wolf met de zeven geitjes? Ik zeg, dat de buik open gesneden wordt en dat er daar weer geitjes uitkomen en dan al die grappen meer. Dat is gewelddadig. Mooie scherpe punten. Ik ga niet verhogen, want nu ziet het dat allemaal kan. Die tijd is toch echt nieuw. Dat ze inderdaad met ze krijgen, misschien dus een duizend van of zo. Maar ja, het goede met een oude is dan gerelativeerd. Dus ik denk dat er is, oh ja. En wat je ook wel in die film van Walt Disney ziet, dan denk je, jeetje, kinderen slapen niet. Maar even daarna, dan wordt het weer opgelost. En dan zijn ze het volgens mij allemaal weer kwijt. Oppenbakken.
reis ik over de top. Schuif! Die best tot op zekere hoogte aanwezig kon zijn. En ik had er buitengewoon plezier om Rijnboud op het rad te spannen. Waar is het zeven? Als je Floris echt zou willen maken op niveau en met de nieuwe kaars natuurlijk, misschien met Rutte was de vader van Floris of zo zeggen, de jonge Floris, dan heb je gewoon veel meer geld nodig. Dan moet je dat natuurlijk toch een beetje vergelijken met Van Valla Tulip of de Drie Musketeers of zoiets. En die terroristie moet je het zien. Nou ja, dan praat je helemaal niet over $5 miljoen, dan praat je gewoon over $50 miljoen. Ik hoop dat we zeggen dat we doen. Het is moeilijk om te maken. Laat ze maar doen.